Nou jongens, we gaan gezellig even naar het concert van Marco. Als er nooit meer een morgen zou zijn. Deze, dan was ik nu goed. Kan je? Wow. Dat is goed. Geweldig. Zoete aardappel. Deze is lekker. Weet je die? Die is nou heel lekker. Regen u het maar. Nee, al klaar. Mijn naam is Gerrit Joling, jongens. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog, oftewel mijn nieuwe filmpje. Nou, we hebben er weer alles aan gedaan. We zijn bij het concert van Marco geweest. Ik heb zelf heel veel optredens gedaan het afgelopen weekend. Weer wezen sporten en, nou ja, het private life. En jullie kunnen het allemaal bekijken op mijn nieuwe vlog. Ik heb zo'n hekel aan om in de rij te staan met een buffet. Ik haat het. Nou, weer even getraind op de handtrainer. Af de kopperstraining. Dat was weer een uur afzien. We hebben het wel gedaan. Je wilt toch wel een beetje op gewicht blijven als het even lukt. Maar makkelijk is het niet. Nou jongens, we gaan gezellig even naar het concert van Marco. Nou, gezellig. We staan al een half uur in de file. Maar dat hebben we er graag voor over. Want we weten, de meeste dromen zijn we droog. Wat vind jij, John? Ja, leuk hoor. En wat vinden jullie, jongelui? Super. Super. Nou, we hebben een wagen vol geladen. Jackie, Romy, Kees en? Ramon. Ramon en? Kaylee. En Kaylee, het is niet te geloven, ze zitten zelfs op de Imperial. Maar we gaan. En we hopen dat we er over 2 uur zijn, net voordat Marco begint te zingen. Dus dat komt helemaal goed. Ja, we moeten even hier achter de parkeerplaats op. We zijn in een kasteel in Heemstede. En daar is een echtpaar 12,5 jaar getrouwd. En dan ga ik zingen. Leuk hè? Nou, dit is de kleedkamer hier in het kasteel. Hi Lee. Hi Guido. Het is een verrassing hè, dus ik word hier gewoon de garderobe beneden gezet. Nou, gezellig hoor, kopje koffie erbij. Alsjeblieft. Koekje erbij. Zelf geschilderd hè. Ja, maar mooi, het een mooie kleur. Vorige week, oké. Okay. Ja, nee, ik zeg het er even bij. Ja, mooi. Het is oud roze hè. Zelf geschilderd, dat is toch enig. Nou, zeg, sta ik hier nog in de kleedkamer, zie ik hier toch in één keer... Meneer Zeelenberg, die in één keer heeft de trouwpartij gedaan, neem ik aan, of niet? Nee, Gerard. Een soort van ik ken de gast hier heel goed. En met hem heb ik samen een heel leuk nieuw avontuur, wat we binnenkort gaan onthullen. Nou jongens, dat is de tijd. Ze worden heel nieuwsgierig. Primeur. Oké. Okay. Maar zie je? Zie je dit toch op mijn vlog? Meneer Zeelenberg, wat enig. En je vrouw zie ik ook, gezellig. Leuk, man. Wat leuk. Dames en heren, mag ik een gigantisch applaus voor Gerard Joling! We zijn hier in de ranch in Naaldwijk. Hier is onze gast hier. Ja. Hallo. Dat is een hele aardige man. Ik krijg allemaal lekkere hapjes en drankjes. Hier is Gerwin, onze geluidstechnicus. Die heeft zich speciaal omgekleed na vanmiddag. Je hebt toch mayonaise? Ja, dat laat ik hangen, maar dat is geen mayonaise. Lekker. Plak bij je oor. Getverdemme.
Goed, dames en heren, is ons. Ja, nee, maar dat hoort zo, dat is een pukkel. Maar luister eens. Nou, u ziet het, Thijs van de dakloze krant, maar dat wist je natuurlijk al. Gefeliciteerd. Dankjewel. Demi is jarig en die is 20 geworden, zeg ik dat goed? Ja, hè? Klopt, ja. En Chris Hans, dat is de naam van je vader, die wordt 50 volgende week, maar die viert het samen. Ja, klopt. En het bedrijf staat dan nog 12,5 jaar. Ja, wow. Probeer ik helemaal op te Het is zondagmiddag. Het was gisteravond een leuke avond met twee optredens. Het waren fantastische feesten. En nu wordt er iemand 85. En dat is enig. En dan mag ik zingen. Ik ben heel benieuwd waar het is. En ik heb er heel veel zin in. Dus ik laat me verrassen van wie het is. En dat horen jullie later wel hier. Of op Instagram. Of misschien wel op de vlog. Dinsdag. En hier dus allemaal kijken wat je wil. We hebben hier alle burgers. Yes. Zoetaardappel. Deze is lekker. Weet je die? Die is echt heel lekker. Regen u het maar. Nee, klaar. Ja, ik ben aan het lijden, dus ik neem niks. Maar eet jullie maar lekker op. Maar ik wil wel even kijken. Maar volgens mij zie ik toch maal 3. Nou, ik weet niet wie er nog komt. Laat ik een hapje meenemen. Oh. Oh, zoetaardappel, dat is gezond. Ja. Ik vond het heerlijk. Zo lang geen hamburgertje meer gaat bij McDonald's, maar fantastisch. Nou, gisteravond sinds 2 maanden eerst weer eens een dikke vette Big Mac gegeten. Een milkshake, een gewone cola, heel light. En lekkere zoete aardappels met een bak mayonaise. Ja, dan snap je het wel, hè? Geertje voelt zich weer schuldig. Dus ik heb weer een uur op die graf home trainer gelopen. Maar ja, het is allemaal voor eigen gewin. Dus we gaan gewoon door. Vreselijk. Ontzettend leuk en bedankt voor alle leuke complimenten die ik weer heb gekregen. En ik wens jullie alle goeds. Fijne week. De groetjes van Geren en tot de volgende keer. Bye bye.